Ja, want dus als ik het, zodra ik het over Rutte had, ging hij <laughs> niet uitzetten. dat? Ja, dat ja. Het. <laughs> ja. Misschien heeft u alweer geprobeerd om hem weer aan te zetten dat ik om een ander thema Ik heb het nog steeds over Rutte. Moet, paf, hij zet het weer uit. Awesome, kunt u mij horen? Staat hij al aan of niet? Ja, hij staat aan. Hij okay. staat aan. Wil je meteen iets over de salderingsregeling zeggen? Ja, misschien wel handig, want omdat we het net al voordat hij aanstond even hadden over mijn zonnepanelen. Ja, daar ben je blij mee. Daar ben ik heel tevreden mee, ja. Blij is een groot woord dat je dus ochtends wakker wordt en denkt: Oh, de zonnepanelen, ik ga even kijken. Maar ik moet wel zeggen: ik krijg er een app bij, waardoor je kunt zien of ze een beetje functioneren, ja of nee. En ik moet zeggen: zodra de zon schijnt, wat nu dus helemaal niet het geval is. Denk ik steeds met een zekere vreugde van zo, ik ben energieproducent. Energieproducent van Rossum? Ja, zo kun je het zeggen. Zeker in mijn geval was het eigenlijk extra to the point. Om het maar weer eens op zijn Nederlands te zeggen. Omdat ik elektrische boilers had. Waar iedereen altijd zei: hoe is het mogelijk dat je zo'n sukkel bent dat je nog steeds elektrische boilers hebt? Maar nu zit ik dat met het fijne punt dat mijn warmwateropwekking, dat die in feite eh, door de zonnepanelen ondersteund kan worden. Eh, en niet meer via gas. De meeste warmwatersystemen zijn natuurlijk aangesloten op je cv. En eh, zo kom je aan warm water. Maar ja, dat is gasgestookt. Maar ik dus niet. Nu is mijn warme water is eigenlijk zongestookt. Zo kan je het zeggen. Eh, we hebben het al gehad over die salderingsregeling. En toen heb ik mijn... Eh, Kritiek gespuit over het feit dat het afgeschaft moest worden. En ik moet zeggen, het is mij wel duidelijk geworden dat het inderdaad een niet erg rechtvaardige regeling is. Voornamelijk voor die mensen die dus geen zonnepanelen hebben. En in een van de brieven die wij kregen werd verwezen naar het Duitse systeem. Waarbij je wel terug kunt leveren aan het net, maar tegen een gereduceerd tarief. Nou, dat leek mij eerlijk gezegd een uitstekende oplossing. Dus laten we het. In die richting zoeken. Er was ook een brief van een meneer die er lang over had nagedacht. en die geloof ik uiteindelijk tot de conclusie komt. ruim al die klote panelen op, want het is, je hebt er geen donder aan. Ze proteïnen, energie, als je het niet nodig hebt, niet waar. en als je het wel nodig hebt, dan doen ze niet veel. Een dag als vandaag, zal ik nou maar even zeggen. voor het gemak, of veel van die grijze winterdagen. Daar zit op het eerste gezicht natuurlijk wel wat in. Want zowel voor de molens, als de windmolens, als voor de zonnepanelen geldt natuurlijk dat ze maximale energie produceren op het moment dat je het misschien niet zo nodig hebt. En eigenlijk op het moment dat je het dringend en hard nodig hebt, misschien niet zo geweldig produceren. Deels is, deels is dat het geval. Want ik heb je net laten zien op mijn app dat ondanks het winterweer in mijn panelen deze week, nou wat was het, 40.000 watt of zoiets hebben geproduceerd. Dat is toch op zichzelf geen kattenpis. Zal ik, zou ik zeggen. En wat die briefschrijver natuurlijk totaal vergeet is waarom we aan deze zaak zijn begonnen. Het gaat om de energietransitie. Beste meneer, we kunnen al die panelen wel opruimen, niet waar? Omdat ze niet waar dit opmerkelijke inefficiënte verschijnsel vertonen. Maar daar ging het helemaal niet om. Het gaat om de energietransitie. En dan is het nuttig. Neem vooral mee. Ik heb nu warmwateropwekking. En die, Hoe wordt het water warm gemaakt? Dat is via de zonnepanelen, althans deels via de zonnepanelen. En daar moeten we natuurlijk naartoe dat in feite een groot deel van ons eh, ook, ook warmtesysteem, dat dat via eh, de energietransitie wordt opgewekt met eh, energieproducenten, eh, energieapparatuur, die in feite geen fossiele brandstoffen gebruikt. Zijn de panelen en de windmolens daarvoor voldoende op de lange termijn om onze hele samenleving te voorzien van niet fossiel opgewekte energie? Nee, waarschijnlijk zullen we andere dingen ook moeten doen. Het kan zelfs zijn dat we een soort buffer maken. Er zijn allerlei mogelijkheden voor: dat je er bijvoorbeeld een soort van gasturbines hebt die je in nood even aan kunt zetten. Dat je dus niet helemaal 100%. Van de fossiele energie af zult komen. Dat is misschien niet eens zo verschrikkelijk erg. Maar je kunt ook in dit verband, en daar wordt nu natuurlijk veel over geschreven, aan, aan nucleaire energie denken. Dat kan op allerlei manieren. Je kunt grote uh, nucleaire centrales bouwen, maar je kunt ook veel kleinere apparatuur bouwen. Ik begreep dat je ook veel kleinere en veilige apparatuur, min of meer aan de lopende band, zou kunnen bouwen. Dus op, in, op die manier, ik, ik denk sowieso dat de. De overgang naar niet-fossiele energie, dat die natuurlijk zal leiden tot een vrij breed spectrum van meerdere vormen van energieopwekking die geen fossiele brandstof gebruiken. Of vrijwel niet. Je zult, denk ook aan die panelen en aan die windmolens, je zult buffercapaciteit nodig hebben voor de momenten dat de vraag groot is, maar je molens en je panelen niet zo verschrikkelijk veel opleveren. Maar beste meneer, om het nou allemaal af te breken, omdat u het niet zo rationeel vindt. Het moet rationeel worden. Een van de problemen is natuurlijk wel dat onze overheid in het elektriciteitsnet evident te weinig heeft geïnvesteerd. Preluderend op deze gevolgen. Want op zichzelf, wat die meneer ook van zijn afbraakplannen mogen denken, is het natuurlijk een godswonder dat 2 miljoen Nederlanders van die panelen hebben laten plaatsen. Dat is natuurlijk een enorme stap op weg naar de opwekking van energie langs niet-fossiele weg, zou ik zeggen. Dus om het nou allemaal af te breken, omdat die meneer heeft uitgerekend dat het inderdaad op een zonnige, winderige dag, ergens in de vroege zomer, is het zeer wel mogelijk dat je dus met de panelen en de wonen zoveel opwekt. Dat je het dat in feite niet kwijt kunt. Dat je het helemaal niet nodig hebt. En over een tijdje heb je misschien een, dan krijg je een soort van negatieve prijsvorming als je het teruggeeft aan, de, aan het systeem. Tenzij je een batterij daar neerzet straks. Waar ja, die het een in batterij opzet. Dat is natuurlijk een mogelijkheid. Je hebt allemaal van die ontzettend leuke dingetjes: dat je je elektrische auto voor de deur zet en een, met een schakelaadje ervoor zorgt dat de batterij van je auto dat die in feite het excess aan elektrische energie opneemt. Al die vertelde iemand mij dat, dat Tesla bijvoorbeeld niet erg uh, geweldig is om daar aan mee te werken aan dergelijke projecten. Waarom niet? Dat weet ik niet. Dat zou ik even uit, dat zou ik uit moeten zoeken. Maar allerlei mensen hebben al geschreven dat dit een handige oplossing is. Dat je dus ergens in je meterkast een forse batterij zou zetten. Ja, dat, dat kan. Technisch is het mogelijk. Dus ja, waarom niet eigenlijk? Heb je de smaak ook te pakken dat je denkt van nu ga ik ook meteen voor de warmtepomp? Nee, want ik heb een advies ingewonnen en mijn huis is niet, niet geschikt voor een warmtepomp. Dat heeft met Daar de isolatie te maken? Er zijn allerlei varianten op, op de warmtepomp. En je zou kunnen denken aan een hybride installatie met een warmtepomp gecombineerd ge, ge, uh, met een cv-ketel. Maar die meneer leek het niet zo geweldig. Dat was die meneer die ons een brief had geschreven dat hij graag bereid was mij te adviseren omdat ik juist toen in een wanhopige fase was, een dagflikker op met al ja. die dingen. Want daar heb je ook vloerverwarming voor nodig, hè, voor een warmtepomp. Ja, dat ook. En dat een, een nieuwe vloer erin zetten, dat is eigenlijk, dat is mijn intentie niet. Mm. Ik moet nu de kruipruimte nog isoleren. En ik kan eventueel de kieren van het huis laten onderzoeken. Maar uh, ik vind dat ik al aardige stappen gezet mm. heb. Ja, inderdaad, de warm... Want ik heb het dak waarop de panelen geplaatst zijn, heb ik laten isoleren. Dat is een belangrijke voorwaarde ook bij de warmtepomp, bij isolatie, ook in je muren. Is zijn jouw muren nu goed geïsoleerd? Nee, want het zet ook, ook kijk, deze huizen, die dateren van 1903 als ik het wel heb, dus die zijn nu Heb je nog een spouwmuur? 120, uh, nee. Ook aan de voorkant bijvoorbeeld is er geen spouwmuur bij mijn weten. En die zijn nooit gebouwd met de specifieke eisen die wij stellen. Hey, er werden toen heel andere eisen gesteld. Hè? Die dat huis van mij, een, een vrij ruime huisbeslot voor rekening... Ja, daar stond alleen een kachel in de, in de woonkamer. Voor de rest was het. Pas veel later zijn deze huizen, voorzien natuurlijk van een CV-systeem, dat begrijp je wel. Hm. Sowieso, heel Nederland werd verwarmd met een kachel, een kolenkachel. Ik heb het al eens over de kolenkachels gehad. Ja, kolen scheppen met Jort. Ja, kolen scheppen, precies. En ja, daar waren we altijd ruzie over hadden. Mijn zus zei altijd, ik heb het al gedaan. Of, ik heb het vorige week drie keer gedaan. Omdat we het niet hadden opgeschreven, wisten we die of ze gelijk hadden, ja of nee. En, nou ja. Enzovoort, code scheppen, ja, dat was het. En dat het in de rest van het huis koud was, was een vanzelfsprekende zaak. Maar ja, je was toen jong, dus heb ik, ik kan me dat nog helemaal niet herinneren. Ik weet wel dat er een beetje sneeuw op mijn, op mijn dekens gelegen Ja, Ja, als je natuurlijk het dakraampje, want ik sliep op zolder. Je dak openzetten, op je zetten, dan viel er ook wat sneeuw op je bed. Ja. Maar omdat het koud was, smolt het ook niet. Dat isoleert natuurlijk heel hard. Mm. En je had die, die geweldige dingen, zo heette die, die dekbedden, die had je nog helemaal niet. weet niet, die heb ik ook voor het eerst in Duitsland gezien. Ja, dat weet ik nog. Ik heb natuurlijk een jaar in Duitsland gewoond. En daar zag ik, daar kreeg je van die dekbedden uitgereikt. En die waren warm genoeg, zodat ah, je niet was. Ja, hartstikke handig, want ze zijn hartstikke warm. En, en tegelijkertijd kun je je lekker bewegen. Terwijl zo'n strak opgemaakt bed met ouderwetse dekens, daar voelt heel anders aan. Ja. Dat heeft ook wel weer zekere psychische voordelen. Je schuift erin en dan zijn de lakens nog koud. Dan denk je, oeh, koude lakens. En dan langzaam warmt het op, nietwaar? Met de, met de wenselijke, menselijke warmte die je zelf produceert. Nietwaar? In het algemeen zonder fossiele brandstoffen, zal ik maar zeggen. Je hebt nog niet en dan kruik gebruikt. Dan voelt het wel lekker aan, ja. Je hebt nog niet kruik gebruikt. Ja, in, in, toen, in, in mijn vroegste jeugd wel. Dan kreeg je een kruik van mijn moeder, ja zo'n rubberen ding. Ja. En daarvoor had je metalen kruiken. Moest je wel zorgen dat, je, dat het niet al te warm werd. <laughs> nee, dan, en je, ding, je poten dan eraan. Moest je, dan, dat, dat, het, je moest dat ding goed dicht dichtdraaien, want het was niet aangenaam als het warme water lekte natuurlijk. Ja, in een onvermijdelijke wijze. Werd het koud in de, loop, in de loop van de tijd. Maar als aanwarming van je bed was het heel aangenaam. Ja. Dus ja, we hadden wat kruiken, maar later niet. Ook als student heb je ook geen kruiken. Dat was je. Kan me in ieder geval. Ik kan het me niet herinneren. Maar ja, om, het, het was overal heel anders dan, dan nu natuurlijk. Wij, wij leven met een wereld waarin het eigenlijk overal, naar onze wens, lekker warm is. Hè? En denk aan de overheid, die tot ieders verrassing bleek hij al die reuzere bouwen tot 22 graden te stoken, en vervolgens niet in staat te zijn om het te verlagen naar 19 of wat het wat het eigenlijk was. Hebben ze dat niet verlaagd nu door die crisis? Nou, ze gingen het proberen, maar het bleek erg moeilijk te zijn. <laughs> Niemand wist eigenlijk wat de knoppen zaten, geloof ik. Ja, dat is weer zo'n klassiek overheidsverhaal waar we straks ook misschien nog even iets over moeten zeggen. Er was ook nog wel een vrij interessante brief van iemand die had zich in Duitsland gevestigd. Ja, die had je die op die brief... wanneer was het? Gisteren? Ja, Vandaag doorgestuurd? Ja. En die zei, ja, eh, dat was nou allemaal wel leuk... die kritiek van mij op de Nederlandse overheid. Maar hij had nu te maken gehad... met de Duitse bureaucratie. En die was toch een, stel, een, een stuk trager... en complexer... en met meer wachttijden dan de Nederlandse. Ja, hij ging Nederland het uitschrijven uit Nederland... dat was hem gelukt in een uurtje of zo... of in twee uurtjes. En bij die Duitsers had hij al allerlei afspraken... en ging het lang duren... Maar moet ik zeggen, eh, ik zelf heb natuurlijk een jaar lang in Duitsland gewoond. En dan moest je je ook melden bij de lokale autoriteit in Mainz. Mainz, zoals ze daar zeiden. En eh, wat ik gek vond is dat ik een vrij omvangrijke medische keuring moest ondergaan. Ik bedoel, voordat je een manke voet had gehad zouden ze dan hebben gezegd... nee, sorry, maar gaat u we maar weer terug naar Nederland, dat kunnen we niet gebruiken. Ik heb daar onderzoek gedaan in een onderzoeksinstituut. Maar, maar voor de rest, ik kan me niet herinneren dat ik meer dan. Ik ben die, ik ben die ochtend gekeurd en ik, ik heb ze hebben wat van die stempels gezet. Er zijn die Duitsers gek op stempels. En voor de rest kan ik me niet herinneren dat het veel tijd is gekost. Maar het kan natuurlijk zijn dat dat instituut eigenlijk het voorwerk al had gedaan. Omdat dat natuurlijk vol zat met allerlei buitenlanders die een jaartje of soms veel langer in Duitsland gingen wonen. Dus bij mij viel het wel mee. Wat, wat ik, ik heb in anekdote volgens mij ook wel eens verteld. Dat ik, ik heb mijn hele leven s'avonds gewandeld. En een van de meest aangename dingen van Mainz was dat je vanuit het instituut was je in vier minuten aan de Rijn. En dan kon je, ja, dan kon je daar dus langs de Rijnoever wandelen. En zeker in de zomer. Ik herinner me als de dag van gisteren was, was daar zo'n eiland in de... Daar sluit de Main en de Rijn, die sluiten daar aan op dat punt. En daar was een groot eiland. Oude heet dat, geloof ik. En ik dacht: wat eigenaardig is het toch? Het lag ook allemaal van die geparkeerde Rijnaken. Dat ze daar van die fantastische kanariepieten hebben. Want vooral s'avonds en s'nachts was het een. een het was ongelooflijk. Wat een concert. Dus ik vertel dat verhaal over die kanarie. Ik zei: dat is wel wonderlijk. Die van die geweldige kanariepieten hebben. Toen zei die man, vrouw, ik ben het vergeten. Hé, nee, dat zijn geen kanarienpieten, dat zijn nachtegalen Ja, fantastisch, fantastisch geluid. Maar typisch Duits, ik werd daar aangehouden door de politie. Dat heb ik, in, in Nederland heb ik, ben ik nog nooit op de wandeling aangehouden door de politie met de vraag, wat doet u hier eigenlijk? Ik zal zo vertellen over een andere plek waar mij dat ook eens overkomen. En als je even nadenkt, kun je dat wel raden? waar dat geweest is. Ik zei, nou ja, wat doet u hier? Ik, ik wandel, zoals u ziet, langs de Rijn. Ja, maar hoe zat dat dan eigenlijk allemaal in elkaar? En, en had ik een identiteitsbewijs bij mij? Eh, nee, ik zei, ik heb geen identiteitsbewijs bij me... want de tijd dat ik een Nederlander zat die een identiteitsbewijs had, dat was een hele andere tijd. Dat was van 40 tot 45. En sinds die tijd hebben wij dat niet meer. Nu moet ik ondertussen beschaamd mededelen dat we ondertussen... Eh, jaren later wel een wet hebben gekregen dat we een identiteitsbewijs bij ons moeten hebben. Dat geldt voor iedereen boven de 14 toch? Eh, dus als die agenten dit horen in Mainz, ze zijn nu oude mannen zijn, mijn excuses, wij zijn tenslotte ook door de pomp gegaan, wij moeten ons ook overal identificeren. Daar kan ik de meest verschrikkelijke verhalen over vertellen, maar goed, dat ga ik dan maar bij deze gelegenheid niet doen. Nou ja, toen ze begrepen wel dat dat kritiek was op het Duitse systeem. Dus ik weet nog goed wat ze zeiden. Eh, werden ze frech, dan werden ze niet geslept om dienst te stellen. Dat, dat was hun, zo van pas op, eh, ze nemen we je mee. Maar goed, daarna eh, zijn ze toch vertrokken. Het was natuurlijk duidelijk dat ik een buitenlander was. En nou, dan, je weet, in de meeste landen worden buitenlanders beschouwd als, als half raar. Wie gaat er nou s'nachts wandelen? Geen, geen normaal mens toch? Dus nu de interessante vraag: waar is mij dat nog meer overkomen? In de Verenigde Staten. Dus ja, weer op mijn avondwandeling. Ik kan er nog bij zeggen dat er vrijwel nergens in Amerika bruikbare trottoirs zijn waarop de wandelaar zich kan begeven. Het is meestal een zootje langs de weg, anders kan ik het niet zeggen. Dus ja, net als dat altijd in Amerika gaat, er kwam zo'n reusachtige donkerblauwe auto. En eerst reed die is er een tijdje zo, zo langzaam met mij mee. En toen begonnen ze kennen te denken: Nou, dit is zo ontzettend raar, die man. Dus uh, ja, ik werd aangehouden wat ik daar deed. Ik zei: Ja, ik wandel. Uh, as you can see. Uh, ja, waar ik dan naartoe ging, Ze zei nou nergens naartoe, want ik wandel, hè? ik maak een rondje en dan kom ik tenslotte weer terug bij dat dormitory waar ik, uh, wat hoe heet het ook weer ben ik alweer vergeten ondertussen, waar ik gestart ben. Nou, dat uh, vonden ze toch wel een hele eigenaardige zaak. En ik geloof dat toen de een tegen de ander zei, joh, het, hij, komt, uh, hij komt uit het buitenland. Nou, toen zag je ze ook denken, van well, nou ja, buitenlanders, wie gaat daar nou wandelen, wij toch niet goed, snik, hè. Dat is toch wel dat geweldig leuke boek van die Arjen van Velen. Amerikanen lopen niet. En Dat is gewoon waar. Ik, ik, ja, ik, wil, ik wil nou niet zeggen dat op mijn avondwandeling dat het hier wemelt van de wandelaars. Dat ook niet. Maar er zijn eigenlijk zeker in het park altijd wandelaars. In nee, 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 Madison, dit speelt zich af in Madison, Wisconsin. Er waren helemaal geen wandelaars. 0,0. Mensen moeten toch hun hond uitlaten ook daar? Nou ja, ik moet zeggen dat zeg je nou, maar ik kan me helemaal niet herinneren dat daar honden. Maar heb je die brief gezien, Bovenin, van die, die mevrouw? Een hond is een excuus. Kijk, dat begrijpen die agenten ook wel dat ja. je een hond hebt en dat je die uit moet laten. Maar Amerika Hondenland daar hebben wij een brief over gekregen dat mensen kinderen Allemaal hebben en honderd honden hebben, misschien om te wandelen. Heb dat je die brief niet gezien van die mevrouw die in Amerika was? Ja, wel, ik heb dat gezien. Ja, maar nogmaals, ik wandelde altijd alleen. Dat wel. En, eh, nou, zij vonden het vreemd. Dat was wel. Vooral dat je liep en niet ergens naartoe ging. Mm. Dat vonden ze echt uiterst verdacht. Misschien komt het ook hoe je eruit ziet. Dat zou kunnen, maar dan moet ik je zeggen. Nee, toen had ik alweer. Ik had namelijk, toen ik naar Amerika toe ging. had ik mijn baard afgeschoren. Want mensen hadden gezegd: joh, met zo'n baard. daar krijg je echt op JFK. Daar krijg je het grootste glaas mee. Want ze denken dat je een. ...terrorist ben ofzo. Dit was over lang lang. Dit speelt zich af in 1974 om precies te zijn. Dus dat is wel heel erg lang geleden. Dus dat had ik gedaan. Denk je dat dit gewerkt heeft? Nee, dat heb je al eens verteld. Oh, dat heb ik al verteld. Ja, dan ben je uit de rij gegaan. Man, 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 man. Ik heb daar zeker een twee uur gestaan... ...en ik werd opgehaald door Amerikaanse kennissen die stonden achter een soort glazen wand... Dat was toen nog aanzienlijk kleinschalig aan JFK. Nou, die begrepen er niks. Zei, nou, dat hadden ze al allerlei Europese bezoekers gehad, maar dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Alles, en dan maakten ze nog zooi in je koffer. Wat, een dan ook in, dat, in dit optie. Ja, dus ik ben en in Duitsland en in de Verenigde Staten ben ik aangehouden wegens wandelen. Hmm. Eh, wat dat dan moet je toch wel hartstikke gek zijn als je gaat wandelen. Als je, ergens, als je niet weet waar je naartoe gaat, dat, dat is toch zo knetterrek. Nou ja, dit dus. Uh, maar dit naar aanleiding van het feit dat die man dus nogal moeite had gehad in Duitsland. En dat hij dus wel concludeerde dat het bij ons. Want we hadden alles had hij op, uh, op internet geregeld. Dat het bij ons een stuk sneller ging. Volgens mij was de aanleiding ook dat jij zei: de politie is daar veel daadkrachtiger. Die gaan echt op boevenjacht. In Duitsland. En hier in Nederland rijden ze alleen maar door de stad. Nou, de recherche is beter. Boevenjacht klinkt een beetje met verschillende sirenes en machine <laughs> en zo. Dat is het niet. Nee, er wordt veel meer geld uitgetrokken voor recherche. Eh, rechercheren, zal ik maar zeggen. En de, ook, er zijn veel meer agenten die zich met rechercheren bezighouden. Dus, eh, volgens mij heb ik dat allemaal gelezen dat boekje van Bart de Koning. Maar, nou weet ik de titel van dat boekje niet, 123. Maar dat kan iedereen zo tegenwoordig opzoeken. Kunnen we even googelen. Op het internet. Dan was er nog iets waar ik op wil. Ja, ik zei vorige keer dat het Duitse leger, dat is hier. Ja, dat leger heet dat is hier. Maar het gehele systeem heet natuurlijk de Boendesweer. Dat had ik wel duidelijk moeten maken. Maar goed, dit. dit de, een kleinigheid op zichzelf. Dan was er een meneer die. Er waren veel, dat vond ik leuk, veel antwoorden over de 747. Drie mensen die dat ding gevlogen hadden. En een, een ja. iemand die instructies ga, uh, gaf hoe je dat ding moest vliegen. Waarvan toch de dat totale teneur was. Het is zo'n enorm groot ding, dat hij weinig last heeft van turbulentie en, en ja, rustig in de lucht hangt. Maar uh, ook het besturingssysteem werd geprezen. Want het was met een, een stuurtje, dat was lekker, schreef de piloot. Terwijl de Airbus die had een, een, een stuurknuppeltje. Hè? Maar en de, de ene piloot vond dat juist geweldig goed. De andere piloot vond het eh, niet zo goed. Eh, en ik begreep ook dat Airbus toch wel wat efficiënter was in het cockpit design. Eh, omdat, eh, omdat die erg op elkaar leken. Bij de 320, 330, nou, je weet al die nummerij van de van Airbus. Eh, en dat je vaak maar een paar uur extra instructie nodig had om een, op een ander type Airbus te kunnen vliegen. Nou ja, ik deel dit allemaal mede. Maar eigenlijk was het de teneur toch, de 747 was een geweldig fijn toestel. Wat overigens op grote schaal nog jaren en jaren gebruikt zal worden als vrachtvliegtuig. Maar dat is toch een ander gebruik. Dat, en er zullen ook trouwens wel allerlei eh, exploitanten zijn die ook als voor het passagiers nog jarenlang. De 747 zullen gebruiken, maar ik geloof dat de KLM ze al uitgefaseerd heeft. Vreselijk woord, maar goed, uitgefaseerd heeft. Dan was er nog iemand, daar wil ik ook wel iets over zeggen toch, waarvan ik inleidend moet zeggen dat het weer een typisch ...een voorbeeld is van iemand die bar slecht luistert. En dat was een meneer die had zich zo ontzettend geërgerd aan het feit dat ik steeds kritiek op Rutte had. Dan vond hij echt helemaal niks. Hij eindigde ook zijn brief met, ik ga lekker VVD stemmen, net goed. He, dat is een beetje ook die reactie van die mensen die dan zeggen, ja de slimste mensen had een leuk programma hoor, maar met die verlosse kijk ik er niet meer naar. En dan denk ik altijd zo, dat is niet zo best. Drie miljoen kijkers, min één, min één boze kijker uit Brabant of weet ik waar ze vandaan nou, Dat zijn er komen. geen drie miljoen hè? Nee, dat is de top. Jawel, je, hebt, je hebt twee metingen, zoals je weet. Je hebt de top en, en de, de, het gemiddelde. De top en, is het de meeste, de meeste tegelijkertijd die kijken. Ja, dat is de top. Want je weet, dat, ja, je weet zelf hoe mensen tv kijken. Ik geef altijd het voorbeeld van mijn zoon. Die ging gewoon alle zenders yeah. door en beweerde dat hij alle zenders tegelijkertijd heel goed kon volgen. Wat te denken geeft over de moeilijkheidsgraad van tv-uitzendingen natuurlijk. Maar ik denk dat daar wel wat in zit. Dus ja, heel veel mensen blijken te kijken, eerst even wat hoe, zie, hoe zit het. Of en dan misschien toch te denken van, nou dan gaan we iets anders doen of zo. Maar bijvoorbeeld bij de slimste mensen, en ben je toch al heel gauw 600.000 kijkers kwijt van de top naar het gemiddelde. Maar ja, daar zijn talkshows, joh, die starten op anderhalf miljoen en dan houden de, de 500.000 over. Dus, ja, die Jinek noemde jij, hè? Die, ja, dat is ongelooflijk werkelijk. Dus daar kijken ze dan één of twee minuten naar. En dan is het weer. Maar dat geldt voor bijna al die talkshows. Ja, ze is... kijken naar de gasten en dan denken ze, ja, dat vind je interessant mee weg. Het is niet alleen Jinek, want kijk naar die andere talkshows, het hetzelfde patroon toch? Maar er zijn dus allerlei programma's waar mensen even aan tippen. Het geldt zelfs voor het journaal. En dat raakt dat minder, dat is de afval minder, maar ook daar. Dus kennelijk is toch, het, het, het hoe heet het ook weer? Wij kunnen het bij de podcast ook zien, hè? We beginnen uiteraard op 100%. En dan zakt die naar, ik denk een minuut, zakt die naar, nou, ik denk zo'n uh, 95-90%. Nou, ja, dat is nog heel goed natuurlijk. En een half uurtje wordt afgeluisterd door, zeg, gemiddeld 80%. Dus snap je over een half uur 20% afhaak. Ja, dat is relatief minder dan wat je ziet bij televisieprogramma's. Nou ja, kennelijk vinden mensen dat zappen dat is kennelijk een soort ingeboren. Hè? Ze kan het niet. Het is toch een beetje het idee. Het is best waarschijnlijk is het leuker op de andere zender. Valt altijd tegen. Maar en dan, nee, nee, nou, ook al niet. Nou ja, zo, zo zappen ze maar een beetje rond. Maar deze meneer had kritiek dus op jouw uitlating over. Ja, Rutte. sorry, ik dwaal af. Uh, ja, want dus als ik het zodra ik het over Rutte had, ging niet uitzetten. <laughs> die dat? Ja, dat ja, Dus ik weet niet of hij nu mal uit heeft gezet. omdat ik iets over Rutte ga zeggen. Maar hij zei: ja, allemaal kritiek op Rutte. en dat is allemaal volkomen onterecht. en, en voor straf gaat hij dus nu VVD-stemmen. En, en hij, ik zou de indruk wekken dat het allemaal de schuld van Rutte persoonlijk was. Maar dat heb, die indruk heb ik helemaal niet gewekt. Ik heb denk ik altijd vrij helder uitgelegd. dat het iets te maken had met een ideologische ontwikkeling. Die al in de jaren, nou ja, ja later jaren 80, jaren 90 is begonnen. Namelijk het doordesemen van het Nederlandse bestuursapparaat met neoliberale denkbeelden. Heb je die brief van Lubbers gezien die meegestuurd werd? Ja. Dat hij het eerste dat noemde, die kleinere, efficiëntere overheid. Ja, precies. Dus dan zie je aan dat dat een grotere beweging is. waarvan Rutte niet de uitvinder is. Of, of degene die er de belangrijkste bijdrage aan heeft geleverd. hoewel ik daar zo op terug zal komen. Maar dat die onderdeel is van een veel bredere ontwikkeling. Volgens mij heb ik dat met enige regelmaat heb ik dat duidelijk uitgelegd. Nu mijn bezwaren tegen de opmerking van deze meneer. Allereerst natuurlijk, sorry dat ik het zeggen moet, en ik begrijp dat ik dat veel minder moet gebruiken, deze term, maar ik vind het nogal stomzinnig. Want als u werkelijk over politiek wil nadenken, dan moet u niet alles uitzetten waar u het niet mee eens bent. Dat is wel een erg gemakzuchtige oplossing. U steekt juist enorm veel op door te luisteren naar die dingen waar u het niets mee eens bent. Want dan bent u gedwongen om argumenten te verzinnen waarom u dan nu weer toch op Rutte gaat stemmen. Nou, u, u deed de ideale regeringsleider die wij in Nederland hebben. Maar eh, ik heb ook al eens het voorbeeld gegeven van het Britse blad Economist. Een van de meest informatieve weekbladen van deze planeet, kan ik verzekeren. Eh, niet goedkoop, geloof ik, maar als je het digitale abonnement is goed te doen. Eh, daar ben ik al op geabonneerd sinds de late jaren 60. Een blad wat totaal veranderd is van uiterlijk. En daar ben ik het gedurende lange periodes van het bestaan van het blad volstrekt niet eens geweest met de redactionele opvattingen. Heb ik het toen uh, opgezegd? Dat zou deze meneer zo zeggen? Dat zeg ik op. Oh, een klote blad, zeg. Goed, die schrijven elke week dingen... waar ik het totaal niet mee eens ben. Dat gaan we niet doen. Nee, als ik nou <laughs> ergens iets van opgestoken heb... is het nou juist van de economist. Want je moet steeds denken van... ja, dat zeggen ze nou wel, maar... Hè, dan moet je proberen een eigen standpunt te hebben. Een weerlegging. Een weerlegging, waardoor je beter geschoold was, de reden waarom ik het Oude en Nieuwe Testament heb gelezen, zodat je met, met die christenen die met je in discussie gaan, dat je, daar ook, dat je ook weet waar ze het over hebben. Vaak blijkt dat ze zelf geen flauw idee hebben waar ze het eigenlijk over hebben, He? <laughs> als, je, als je door het, het hele de, de Oude Testament hebt gelezen, als je dan niet bevangen wordt door geloofstwijfel dan weet ik het ook niet, maar goed. Dus ja, dat, ik zou in dit verband zeggen, u, kunt hem niet, u moet het niet uitzetten. U moet juist extra goed luisteren. Is Rutte geheel en al persoonlijk door zijn satanische karakter verantwoordelijk voor alle ellende die we hier zoveel besproken hebben? Nee, natuurlijk. Ik heb ook meerdere malen gezegd. Het zijn coalitieregeringen. Het is op zichzelf een wonder dat ze zich allemaal hebben laten inpakken met deze standpunten die ik niet verstandig vind. Maar nogmaals, ik heb, vind, ik lijk Rutte, Inderdaad, een satanische figuur, niet nietwaar? Een lid van die reptiele bende van, van Thierry Baudet. Nee, het lijkt me een allerraardigste man, maar gevangen in een bepaald ideologisch kader. Eh? Sowieso moet u, moet, u, moet u de politiek niet zien als een, een toneel van vijandschappen en strijd en polarisatie. Nee. Ben ik nu enorm getroffen dat u op de VVD gaat stemmen? Dat ik denk, oh wat vreselijk. Een van onze luisteraars heeft, gaat op de VVD stemmen. Nee, u heeft, heeft het volste recht om een totaal verkeerde stem uit te brengen. Daar zit ik helemaal niet mee. Nee. Hoogstens zou ik denken, nou, misschien is het wel een hele verstandige man. Misschien zijn er toch redenen om. Hè? Misschien is de VVD minder betrokken bij. En dan wil ik het tenslotte afsluiten met feit, ja, u heeft uh, uh, wel gelijk dat ik vaak, ik heb het vaak over Rutte, maar als minister-president. Niet de persoon Rutte, niet de sympathieke fietsen Rutte, niet de sympathieke saapraaier Rutte, nee, de minister-president. En ik wil u op attenderen dat hij nu al twaalf jaar ruim minister-president is. En dat betekent toch een vrij verstrekkende verantwoordelijkheid voor die dingen. In de afgelopen twaalf jaar die de Nederlandse overheid beter niet had kunnen doen. U kunt ook daar zeggen: heeft hij dat persoonlijk georganiseerd? Niet waar? In zijn pieren eentje, in het torentje, alle lichten uit. met een ganzenveer op het perkament. Nee, natuurlijk, dat is het allemaal niet zo. Desondanks, zo zit de politiek in elkaar, is hij wel de eerst verantwoordelijk. Maar goed, uh, u heeft ondertussen natuurlijk al lang en breed het geluid uitgezet. Misschien heeft u alweer geprobeerd om hem weer aan te zetten. Dat ik op een ander thema ben. Ik heb het nog steeds over Rutte. moet... Paf, hij zet het weer uit. <laughs> ja, net als die mensen. Die de slimste mens. Die was laatst daar ook zo'n man van. Ja, keil, een slimste mens. Leuk programma. Maar als Fros hem praat, zet ik hem altijd weer uit. Het <laughs> is toch... Het is van. Een verbijsterende kleine geestigheid die je toch niet voor mogelijk houdt eigenlijk. Maar die meneer schreef ook een beetje van, je slaat af en toe een beetje door over Rutte. Dat las ik ook een beetje in die brief. Ja, maar dat, dan wil ik daar wel graag argumenten voor horen. Want dat is een van de meest opmerkelijke dingen van de moderne meningsvorming. Dat vooral de argumenten meestal ontbreken. He, daar zit een hoop emotie in. Ja. Maar een beetje argumentatie, nee, daar horen we weinig over. Mm. Ik heb trouwens een uitgebreid stuk over Rutte geschreven in het tijdschrift Maarten. Dat kunt u ook raadplegen eventueel. En dan zie ik graag u in triplo getypte antwoorden tegemoet. Waarbij punt voor punt ontzenuwt, dat wel. We moet er wel iets aan doen. Moet wel gewerkt worden. Politiek is niet alleen emotie, politiek is ook nadenken en kennis. Mensen vinden het wel lastig nu om te bepalen op wie ga ik nou stemmen. Hè? Ja, dat kan ik me voorstellen, want dan hebben ook nog die waterschapsverkiezingen erbij. Ik heb dus al uitgelegd dat ik, zeker gezien, de, de, de beloftes van de twee linkse partijtjes om samen te werken, wel bereid ben om bij deze gelegenheid eh, op te samenwerkende linkse partijen te stemmen. Eh, je bent ook ik lijstduwer daar. hè? Ja, maar of dat, dat zegt in mijn geval niets over wat ik eh, de landelijke stem, die ik eh, over, over deze drie jaar ga uitbrengen. Da. Maar mensen vinden dat wel een beetje verwarrend. Dat je dus wel lijstduwer bent, maar bijvoorbeeld op D66 stemt. Nou ja, lijst duwen. Ik ben, dit, dit gaat, dat is een groot verschil tussen provinciale statenverkiezingen en ik ben overigens alleen lijstduwen bij de waterschapsverkiezingen. Voor de? Voor de samenwerkende linkse, linkse okay. groepering. Voor de, in dit geval heeft de Partij van de Arbeid mij aangezocht. En aangezien ik vind dat het waterbeheer een zaak van immense importantie is, wat denk ik in de komende decennia steeds belangrijker en belangrijker zal worden. ...op een punt waar zeer radicale beslissingen zullen moeten worden genomen. We hebben het al over gehad toen wij hier binnenkwamen. De Batevier op die houtvlotte, toen was het een groot moeras. We hebben onze uiterste best gedaan om het moeras op te ruimen, droog te pompen enzovoort. En eigenlijk hebben we gefaald. We weten nu dat we gefaald hebben. En natuurlijk ook de van de zeespiegel, de afvoer van de rivieren, stellen het allemaal bij elkaar op. We zullen ermee eindigen dat het gewoon weer een moeras wordt. Hoe precies, onder welke condities, dat is niet duidelijk. Maar eh, we zullen waarschijnlijk het geld en de technologie hebben om een soort oplossing te verzinnen. Ja, zit je daar niet mee, ben je gewoon tegen het moeras, eh, dan kun je altijd verhuizen naar hooggelegen streken. Ik zou zeggen, als u toch aan het verhuizen gaat, u kunt natuurlijk het op het Veluwe Massief in een oud-kippenhok kopen. Dat is mogelijk. Maar ik zou meteen doorverhuizen naar nou, ja, huis in Duitsland, dat je zeker weet dat je 120 meter hoog zit of zo. Ja. Maar hey, hoe verklaar dit... je dan dat je lijstduur bent bij die linkse samenwerking en bijvoorbeeld straks op D66 stemt of op Volt? Nou ja, dat is toch een. Waarom zou je niet bij, van gelegenheid tot gelegenheid je stem kunnen wisselen? Het gaat ook om de, de, de strategische stem natuurlijk. Wij zitten met een conservatief kabinet waar één progressieve partij in zit. Dus ik vind wel dat die steun verdient. En, en ja, sowieso. Ik vind nog steeds dat links. Die hele versnippering. Is natuurlijk een idiote vertoning eigenlijk. Hoeveel linkse partijtjes hebben we wel niet? Nou, van, van, helemaal van links af aan van, he, de SP. De Partij van Arbeid. gewoon links. De Dierenpartij is gewoon een links partijtje. Maar dan iets meer over de koeien. Zal ik maar zeggen. Of de varkens. En in alle opzichten kunnen we VOLT ook als een linkse partij. En bij bijeen? Bij één eventueel ook, maar dat is zo evident in één man's dat dat, één vrouw's band, sorry, uh, dat dat zie ik niet zo één, twee, drie gebeuren. Maar hier, ik heb ze vijf opgenoemd, SP. Uh, ja, het zijn vijf, vijf ontzettend sympathieke linkse splintertjes. Ga bij elkaar zitten, hou op met te accentueren dat er kleine verschillen zijn tussen het één en het ander... Want u begrijpt toch ook wel, als u ooit mee wil regeren, dat het om de grote lijnen gaat. En dat niemand geïnteresseerd is in de minimale verschillen tussen de opvattingen van de Dierenpartij en van GroenLinks. Het gaat om het, gaat om het algemene beeld. Ja, als je zo versnipperd bent, overigens is het natuurlijk rechts ook in allerlei opzichten versnipperd geraakt. Ja, daar heb je allemaal geen bal aan. Ja. Met als gevolg dat de partijen die nog de, de minst versnipperde zijn, dat die natuurlijk de dienst uitmaken. Ze hadden wel de positieve noten pakken hè, bij het congres. Ze hadden er zin in, de P van de hoop Ja, ik, hoop ook, ik heb er alle, alle hoop. Ik hoop ook dat de SP zich bij die zaken aansluit. En nu die, die, ook die dierenpartij, idem dito. voelt dat, zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Vond je niet een beetje gek dat ze wel uh, met uh, uh, gescheiden congressen begonnen? Aan het begin van de ja, dag? Ja, het leek me nog een, een duur project. Dat je twee van die zalen nodig hebt. Terwijl je dan in de loop van de dag. gingen ze met z'n allen geloof naar één zaal toe. Ja. Ja, misschien moet dat de transitie ook een beetje uitbeelden. En is er nog wat kneedwerk nodig? Als er een poppenkast is met vlaggetjes en zo. En, en van, die, van die buttons. die er rang maar als ik er maar niet meer mee hoef te doen. Ja. Toen, ik, je trouw... heb, ik, toen ik net lid was geworden van de Partij van de Arbeid. Ging ik nog naar de verkiezingstoespraak van Joop de Nijl. In het NV-huis hier. Ik weet niet of ik het wel eens verteld en heb. En moest je zingen? Precies. Ja, ik moest zingen. En als ik nou ergens een hekel aan heb, is als ik moet zingen. Eh? Enige plek waar ik wel bereid was, maar daar zelfstand stond ook op de achtergrond. Is dat het, wij voerden altijd oud en nieuw bij mijn grootouders. En dan zongen wij tegen de tijd. Speelde mijn opa op de piano. Tegen de tijd dat het van het ene dan naar het andere jaar ging. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Dat is ook een toptekst naar mijn idee. Dan zoekt u het zelf even op op de Wikipedia. Eh? Dat vond ik nog wel leuk. Maar dat is ook wel echt het enige moment. Koorlid. Hè, die de koorprogramma. Altijd aan het zingen, joh. Vreselijk gewoonweg. Overal. Ik bedoel, ik ben gewoon niet, niet erg solidair ingesteld eigenlijk. Daar zong toch niet men een stootjes jou aan zo van opstaan, lummel en zingen? Jazeker. Dat waren allemaal oudere mannen. Ja, ik weet niet. Je zak de bak, kun je niet opstaan en, en meezingen en zo? Ja, ze zongen de internationale, wat ik belachelijk vond. Ik was lid geworden, naar mijn gevoel, van de moderne sociaal-democratische partij. Ik zag niks in, op, in het opmarcheren in de linkse jassen. Ja, dus in rode jassen. Verbind natuurlijk, hè? geeft een uh, gevoel van we horen allemaal bij elkaar. Zo is het. Ik ben geen verbinder. Dat is het hem. Ik ben geen verbinder. Ja. Dat we zeggen, iedereen mag zich verbinden, ik ben er echt voor, zolang ik er niet mee hoef te doen. En ook het allerergste wat een mens nog kan overkomen. is dat ze ergens de Polonaise beginnen. En, en dat er ook zo'n vage druk ontstaat dat je dan mee moet gaan lopen. Ik wil helemaal niet meelopen in welke Polonaise dan ook. Je had ook wel een tijd, dat was vooral jaren zestig, de eerste decennium daarna. dat je naar zo'n feestje ging. waar zo'n jongen met een gitaar was. En in no time ging hij dan een populair liedje op die gitaar spelen. en dan ging iedereen meezingen. Altijd voor mij het moment om ze snel mogelijk af te taaien. Vreselijk vind ik dat. Dus carnaval is ook niet aan jou besteed, dat komt er Carnaval is uit. niet aan mij besteed, nee. Ik zeg dat wel. Misschien ben ik wel een echte orthodoxe. Vind. Nee, want die orthodoxen zingen natuurlijk steeds in de kerk ook. In de kerk moet je ook als men zingen, toch? Ja. Had je ook nog het filmpje gezien wat ze van jou gemaakt hadden? Dat die fake filmpje van Maarten die meedoet aan First Dates? Ik heb het gezien. Ongetwijfeld oh, zal iedereen het weer ontzettend leuk hebben. Wat leuk! Oeh, wat ontzettend leuk! Vond ik het leuk? Nee. Vond ik het stomzinnig? Ja. Moet er een eind worden gemaakt aan dit soort van ongelooflijk kinderachtige flauwekul? Wat mij betreft, ja. Ik kan er niks aan doen, dus dit is ook. Mijn protesten zijn volkomen zitloos. De man die dit maakt, heet Jaap. En die stuurt ook altijd een berichtje: van: hé, hey, vraag Maarten eens even wat hij ervan vindt. Maarten vond het niet leuk, Jaap. Maar vind je, wil je dan ook dat hij ermee stopt? Ja, ik wil wel dat hij ermee stopt. Maar dat is ook zo'n zo ontzettend vervelend dingetje waarbij ik een liedje zing. En ja, het, het, het is technisch allemaal mogelijk. Dat heb ik ondertussen wel begrepen. We hebben het uitgebreid gehad over die ongelooflijk leuke dingetjes met Willem-Alexander, weet je wel. Dat hij dan in plat haars nog iets lollig zegt... Ik vind het allemaal helemaal niet lollig. Ik vind ook die nadoenerij eigenlijk niet zo verschrikkelijk lollig. Maar heb je er wel respect voor? Vind je het knap wat ze ermee kunnen? Ja, Want... technisch is het allemaal enorm knap. Maar ik zou het, het liefst het kunnen ze niet met Poetin doen. Die mm. kan ook niks terug doen in dit geval. Dan. Maar het leek net of je aan die tafel zat in dat restaurant. Nou, dat is het is maar net. Ten eerste zat ik zit je nooit op die manier aan een tafel. En... <laughs> Ja goed, ik, 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 ik vind al die lolligheden op het internet, het is allemaal wel een onbeschrijfelijke kinderachtigheid. Eigenlijk is iedereen, op, de, het op een of andere manier leidt het, het internetgebruik tot, tot een soort geestelijk verval is mijn indruk. Er zijn ook mensen die zeggen het is gevaarlijk, want er zijn mensen die geloven dat je echt daar zit. Ja, hè? dat zal er best wel, ja. ongetwijfeld. ik weet wel. Ik ben door allerlei mensen nagedaan in de loop der jaren. En ook goede kennissen. Die zeiden: oh, Je werd zo leuk nagedaan door Pietje Puk, daar en daar. En dan keek ik even en dacht ik: Hoe is het nou toch mogelijk? Dan hebben ze wel een heel raar beeld van mij. Er klopte nooit iets van. Het woordgebruik klopte niet. De zinsconstructie klopte niet. De kleding klopte niet. Hoe vaak heb ik al niet gezegd: Ik hou helemaal niet van kooltruien, kleren dingen. Ja, heb ik nu een dans om, om de boel een beetje warm te houden? Ja, maar goed, ik hou niet van tolk, van kooltuig. En het, alsof ze het... Of je iets. hebt een ander beeld van jezelf, dat zou ook kunnen. Ja, maar ik denk toch dat mijn beeld van mezelf een stuk betrouwbaarder is dan van al die nadoeners. Wat voor beeld zijn. heb je dan van jezelf? Nou, dat ik verder een heel normaal persoon ben die in staat is om redelijk lopende zinnen te maken met heel aardige woordkeuze. Dus als Carlo Bos had jou nadoen, vind je dat niet ges geslaagd? Nee, dat vond ik niet geslaagd. Hmm. Nee. Ik heb wel eens iemand, een, een imitator die deed Jan Wolkers na. En die had Jan's stem helemaal geanalyseerd. Hè, want je kunt dat natuurlijk vertonen op een schermpje, zijn stem. Open, hè. En ik moet zeggen, dat dacht ik, nou heeft er in ieder geval heeft hij er werk van gemaakt. En hij deed het heel aardig, hoewel als, die, als ik me ik hem had gedraaid, dan had ik voor mee meter gedacht dat Jan het was. Kijk, wat denk ik nu? Het zonnetje is tevoorschijn gekomen. Rossum is alweer energieproducent. Ja. Dat zie je. En je hebt je zo meteen weer. Ja, precies. Je ziet het zo omhoog lopen. Heb je al bepaald eigenlijk in het huishouden wie de zonnepanelen gaat schoonmaken? Geen idee. Moet iemand dat doen? Is dat zo? Nou, niet iedere dag, maar volgens mij af en toe moet je het schoonmaken voor optimaal rendement. Nou, ik zei het, meteen krijg ik een hele prettige oplossing in gedachten. Ik ga dat met de buren opnemen. Dat zijn in aantal voor zover ik dat kan, kan nagaan, betere organisatoren dan ik. Kijk, er zullen ook mensen zijn die zeggen, hoe heb je dat zo snel ik gedaan? Je moet vertrouwen hebben in de medemens. Ja, nee, ja, zeker. Zolang ik niet met de buren en de polonaise hoef te lopen, zolang er geen straatlied is, heb ik er vrede mee. Hebben jullie straatfeesten? Ja, er is een straatfeest, maar het wordt speciaal georganiseerd op een dag dat ik niet kan. Dat je op Texel bent? Nee, want dat de slimste mens op zondag wordt opgenomen. Oh, ja, maar de, uh, je hebt het wel heel snel geregeld, die zonnepanelen. Want er zijn ook mensen. Binnen een hè? week. Ja, maar er zijn ook, maar ook het, het aanvragen tot het leveren. Dat dus... kwam omdat ik me aansloot bij een bestaand project. Ah, kijk. Ook hier geldt weer samenwerking, flexibiliteit, empathie. Hè? Ja, je denkt. Goh, Allemaal woorden die bij jou passen. Ja, precies. Ja. Het is me op het lijf geschreven. Ja, en mensen die deze uh, flexibele, empathische. Uiterst vriendelijke bejaarden willen ontmoeten, die zijn van harte uitgenodigd uh, op onze fendag op 28 februari. Daar kun je bij zijn. Aanmelden doe je via de link in onze show notes. Ik heb het nog steeds over Rutte. Moet... Paf, hij zet het weer uit. De sluipschutter. Maarten Verrossem over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopte. en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook het, de primeur gehad van het gebruik van gifgas. Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Level. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op Streamy.audio. Streamy met een Y.